At your service. Complottheorieën. Iets wat steeds meer mensen lijkt bezig te houden. Pim Fortuyn is dood. Maar wat klopt er van deze complottheorieën en wat is fake news? In deze aflevering bespreken we het complot rondom de moord op Pim Fortuyn. Wat is er volgens u gebeurd op 6 mei 2002? Op 2002 heeft iemand, een gek die dacht dat hij voor Nederland op moest komen, die opgehitst door de media dacht tot hier en niet verder. En die heeft zijn kans gegrepen. Ja, Simon, 6 mei 2002, de moord op Pim Fortuyn, jouw broer. Hoe kijk je terug op die dag? Ja, hoe breed wil je het hebben? Ja. Het is nog steeds een open wond. En de ongeloof wat je hebt, want je gelooft het niet. Ja. En dan alles wat eraan komt, dat is enorme impact in je eigen leven, maar ook van je gezin. Hij is op 6 mei van dat jaar 2002 vermoord in Hilversum, waar hij een interview had met de bekende radioman Ruud de Wild. En ik weet, 's avonds om 6:00 was dat interview afgelopen. Dan loopt hij uit de studio op het Mediapark in Hilversum naar zijn dure auto toe, een grote Bentley met zijn chauffeur, en Ruud de Wild loopt mee en nog wat mensen lopen mee. En dan springt er, het is allemaal veranderd daar nu, maar dan springt er uit de bosjes bij het Mediapark een jonge man, Volkert van der Graaf. En die schiet, dat is raadselachtig, of 6 of 7 keer, dat weten die goed, in zijn rug. En 1 schot treft hem in het hoofd en hij valt om en hij sterft daar zo. En die jongen of die jonge man, Volkert van der Graaf, vlucht door het Mediapark. En dat is heel raar wat hij doet, want hij had zo naar de uitgang kunnen rennen. Maar hij rent helemaal het Mediapark in. En hij wordt 6 minuten later wordt hij gearresteerd bij een benzinestation in Hilversum. En hij geeft ook toe dat hij Pim Fortuyn heeft doodgeschoten. Want het vond hij een aanklacht tegen het milieu en nertse fokkerij. En die man moest dood. Wat is het verhaal waarvan jij zegt, de waarheid is nog niet boven tafel? Nou ja, hij zegt dat hij Volkert alleen van de Graaf is. Ja, we hebben het over Volkert. Dat hij alleen gedaan heeft. Dat hij het heeft gedaan ter bescherming van de zwakkeren in de samenleving. Nou, daar geloof ik helemaal gebarst van. Zou het kunnen dat er meer gaande is? Nee. Het belangrijkste argument hiervoor is het bewijs uit het ongeruimde. Je houdt nooit van zijn leven geheim als je een complot doet waar heel veel mensen van af weten hoe het precies zat. Nooit van zijn leven. Er is er altijd 1, al is het maar op zijn sterfbed, die zegt van, ik moet toch even wat bekennen hoor. Maar ik was degene die tweede schutter bij Pim Fortuyn. Is echt allemaal onzin. Kijk, iedereen was diep verontwaardigd over de dood van Pim. Maar ja, het kwam sommige mensen toch wel erg goed uit. Wie waren die mensen dan? De zittende macht. Pim Fortuyn stelde op een gegeven moment dat het prima was om te zeggen dat PvdA bezig was met een soort van haatcampagne richting hem. Was dat ook zo? Ja, het was niet alleen de Partij van de Arbeid hoor. Dat was alle zogenaamd gevestigde orde, de middenpartijen, D66, GroenLinks, zeker met Reuzenmuller. Wat ik merk bij jou in het debat, dat is dat op het moment dat jij bekritiseerd wordt op je kwetsbare punten, dat je theater maakt en dat je niet inhoudelijk reageert. En daar zit jouw zwakte. Dank u wel. Ga je weg? Nee hoor, er waren veel meer partijen die zo waren. Ja, want hoe merkte je dat dan, dat er een haatcampagne richting hem was gestart? Ingezonde stukken in de krant, brieven die naar hem gestuurd werden, e-mails die naar hem. Die sociale media waren er nog niet zo hè, op dat moment. Nee. Dus maar wel e-mails die naar hem gestuurd werden. En ook hoe die op straat werd bejegend. Hè. Ik heb meegemaakt dat, vandaar dat ik. Dat wij liepen op Rotterdam-Zuid en er liep er iemand en die zag hem, die herkende hem. Want iedereen herkende Pim, want hij was voortdurend bij de media. En die zei, als ik de kans krijg, schiet ik een kogel door je kop. Dat is echt zo'n gek, weet je wel. Pim is gegijzeld door, laat ik zeggen, de linkerflank van de politiek toen de tijd. Maar ook door de pers, hè, vergis je niet. Meneer Fortuyn, ja. U bent een slecht verliezer, hè? Hoezo? Maar u geeft niet eens een hand als iemand opmerking maakt die u niet bevalt. Als ik dus in een racistische hoek word geplaatst, dan geef ik iemand geen hand. De smaakmakers van de gevestigde orde waren tegen hem. Als ik heel lang tegen jou zeg, in het publiek, hè, met camera's erop, jij bent een fascist, jij deugt van geen kant, dan is er altijd één die denkt, ik ga het verzet in. Op naar de 0 zetels. Wat doet u?
de taartincident. Wat was er toen precies gebeurd? Wie gooide die taart en wat was de sfeer daaromheen? Nou, het is eigenlijk de eerste eruptie van woede die door de media natuurlijk voortdurend is aangewakkerd. Ze kunnen hun handen niet meer in onschuld wassen. Maar waarom had hij dan geen beveiliging? Ja, dat moet je aan de Vries vragen, toenmalig minister. En ook aan de lokale politie. En dan moet je ook vragen aan de minister-president. Ja, want als ik het goed begrijp wilde Pim Fortuyn wel beveiliging. Ja, maar hij ging er niet om smeken. Nee. Ja, die keuze is gemaakt. Ze vonden het... Men vond het onnodig om hem te beveiligen. Wat ja. vind je daarvan? Ja, ik vind dat als een lijsttrekker van een partij die dreigt de grootste te worden... Almaar bedreigd wordt, dan zou beveiliging misschien wel op zijn plaats zijn. Op het Mediapark schoot Van der Graaf 3 keer vanaf de achterkant in Fortuyns rug en hals. Opmerkelijk genoeg blijkt uit het autopsierapport dat de schootsrichting van de 2 schoten op Fortuyns voorhoofd van voor naar achteren waren. Dat kan dus niet gebeurd zijn vanuit de positie waarin Van der Graaf heeft geschoten. Vandaar de vraag, was Volkert alleen of kreeg hij hulp van een 2e schutter? Je zegt daarnet van ik geloof er geen barst van dat Volkert van der Graaf het in zijn eentje heeft gedaan. Wat denk jij dan dat een plausibele verhaal is? Nou kijk, ergens broeit er iets. Natuurlijk, je hebt altijd eenlingen. Dat zie je in Amerika op dit moment ook. Ja. Ik bedoel, je hebt altijd gekken. Je hebt altijd gekken. Maar daar is hij te intelligent voor. En hij werkte natuurlijk in een enorme linkse sfeer. Van bijna nou ja, zeg maar enge mensen. Ook in die milieubeweging zaten echt hele enge mensen. Gewoon echt activisten die levensgevaarlijk waren. Ja. Dus hij is wel gevoed. Want wat voor iemand was Volkert van der Graaf? Een schoft. Een egoïstische schoft. Die dacht dat hij een daad moest stellen. 5 maanden voor de moord werden Volkert van der Graaf en zijn compagnon Sjoerd van der Wal van de vereniging Milieuoffensief, die eigenlijk een radicale milieubeweging was, al in de gaten gehouden. Al jaren vanwege de mogelijke moord die ze eerder hadden gepleegd op een milieuambtenaar bij Lunteren, meen ik. Ja. Maar omdat ze hem niet konden pakken en niet konden bewijzen, hebben ze hem altijd afgeluisterd. In januari, 5 maanden voor de moord, luistert de regionale politie daar een telefoongesprek af tussen Harderwijk en Wageningen. Harderwijk is de woonplaats van Volkert, Wageningen is het kantoor Milieuoffensief. De een zegt tegen de ander, de klootzak moet dood. Die ander zegt, ze kunnen worden afgeluisterd. Dan zegt hij, ja, ik bedoel natuurlijk monddood. Een beetje lachen. Ik ben bevriend met een man die nu dood is, een wapenhandelaar, hier in Den Haag. En die zei, de moordenaar, Volkert van der Graaf, heeft geschoten met een pistool op, volgens de politie, volgens 20 en 50 centimeter afstand van Fortuyn. Hij dook achter hem op. Dat schot in het hoofd is afgevuurd met een kaliber 25. Ja. Als je van zo dichtbij schiet op een hoofd, ja, en je ziet die foto van Fortuyn, waar die een witte doek met een beetje bloed, dat kan niet. De helft van je schedel is weg. Ja, meer, de schedel was inderdaad puntgaaf. Puntgaaf, echt puntgaaf, heel gek. En dan was er dus nog wat, dat is dat je na een moord zet de technische recherche van de politie bordjes neer waar de hulzen van een pistool zijn gevallen. Ik schiet op jou, de kogel treft jou en de huls springt uit het pistool. Die valt ongeveer 1 meter of 1,5 meter weg. 1 bordje staat veel verder weg, 10, 12 meter. Altijd is er het idee geweest, en daar was Theo heel erg gefascineerd, dat er nog iemand was. Na de moord op Fortuyn nam de niet onomstreden Mat Herbe, voorheen Fortuyns woordvoerder, het stokje over als voorman van de LPF. Herbe was een onopvallende journalist bij de Defensiekrant, maar wel lid van de mysterieuze Bilderberggroep. Wat is volgens u de rol van Mat Herbe binnen het hele verhaal van Pim Fortuyn? Ik denk dat Mat Herbe net zo verbijsterd was als wij en net zo verdrietig als wij. En dat hij later natuurlijk, zonder dat hij dat ooit heeft gewild, een belangrijke rol kreeg opgedrongen in de LPF. Het vreemde is, toen Pim Fortuyn was eerst bij Leefbaar Nederland. Ja. Daar was hij de grote lijsttrekker. Dat heeft hij toen een beetje verpest door een interview te geven aan de Volkskrant over migranten en Mohammedanen en dat soort... De islam is een achterlijke cultuur. Precies. Toen bij de Leefbaar Nederland heeft Mat Herbe al gesolliciteerd. Toen zei... Als kandidaat, hè, parlementslid. Toen zei Fortuyn dat hij hem niet wou hebben. Oké, nou is het gekke. Fortuyn wordt vermoord. Het mannetje wat hij eigenlijk niet wou hebben, wat zijn woordvoerder werd, staat op plaats zeg maar, 22. Wie wordt de lijsttrekker? Mat Herbe. Theo had als theorie dat Mat Herbe Defensie ook
werkte bij de militaire inlichting en veiligheidsdienst, daar heb je het alweer. Wel voor de aanschaf van de JSF. Geïnfiltreerd is, mogelijk Fortuyn heeft kunnen chanteren. En daarvan zei ik tegen Theo, waar kon je Fortuyn mee chanteren? Nou, Matt Herbe is natuurlijk een vleesgeworden idioot. Ik zal het je vertellen. Matt Herbe solliciteerde bij Leefbaar Nederland om... want wij zeiden, iedereen mag in de Tweede Kamer voor ons. En hij solliciteerde en er waren 6 mensen bij die in het sollicitatiecomité zaten. Het eerste wat Matt... Ik was er niet bij, maar ik weet het van iemand die er wel bij was. Een hoogleraar. En die mij zei, het eerste wat Matt Herbe deed was... Een lijstje met foto's, met de koning en met iedereen die die kende. Het tweede wat hij zei is... Jullie moeten van die Pim Fortuyn af. Want ik heb ik weet alles af van de inlichtingendienst, militaire inlichtingendienst. En Pim Fortuyn, die neukt kleine jongetjes. Dat was natuurlijk, als dat uit zou lekken, zou dat het einde van Pim Fortuyn geweest zijn. Dan zou Fortuyn ergens mee gechanteerd zijn... zodat iemand Herbe moest aannemen. En ook zijn ideeën rondom de JSF. Ja. Dus iemand Herbe die deugde van geen kant. Als we dit verhaal nu zo aanhoren, zijn een aantal hele merkwaardige dingen gebeurd. Bent u van mening dat dus de veiligheidsdienst daarachter zit, achter de moord van Pim Fortuyn? Ja, ik ben geen complotdenker, maar als je al deze dingen op elkaar zet, dan is het vrij logisch om te speculeren dat dat zo is. Ja. Toch? Dus als ik het goed begrijp, in jouw optiek is jouw broer vermoord door een totale gek, Volkert van der Graaf. Misschien dat er nog een tweede schutter bij je is geweest, maar dat zou dan ook iemand zijn geweest van Milieudefensie. Ja. En daarmee is de kous af. Ja. Nee, viel, wat lost het op? Ik wil gewoon het verhaal van Volkert van der Graaf hebben. Kom eens een keer met de waarheid. Kijk, al is de leugen nog zo snel, de waarheid komt nog een keertje. We weten ondertussen, ik zeker, wie de schuldigen waren. Dat zijn de mensen die hetsen zijn begonnen. En die tegen beter weten in zijn blijven demoniseren. Ja. Vindt u dat na de moord op Pim Fortuyn die mensen hun verantwoordelijkheid hebben genomen? Nee, dat hebben ze absoluut niet. Op het moment dat van alle kanten iedereen zegt... jij deugt niet, jij deugt niet, jij bent een weerzinwekkend mens. Jij bent... Alles wat 40, 45 zo verschrikkelijk maakte. He, je weet die lijntjes een beetje te trekken. Het zou makkelijk om iemand een nazi te noemen. Jongens, dan krijg je verzetsstrijders. Dus er is ook iets van collectieve schuld van al de mensen die dat zeiden. Kijk, ze hebben waarschijnlijk nooit begrepen wat een impact hun laster en demoniseren zou hebben. Maar het is toch wel gebeurd. Ik hoef helemaal geen excuus te hebben voor wat. Ik bedoel, we moeten ervan leren dat we dit soort dingen, de polariseren wat er nu aan de hand is, dat is niet goed. Dat leidt gewoon tot ongelukken. Hey, jij daar, nog geen subscriber? Doe dat dan even, door hier te klikken op deze button. Hey, tel uit je winst. Gewoon hier. Wow.